Goedenavond en welkom bij Wie het laatst lacht. Het programma waarin onschuldige burgers betrokken raken bij hoog uit de hand lopende misverstanden. En we onderzoeken elke week hoe het gesteld is met de zelfbeheersing van bekende Nederlanders. Zoals Wesley Snijder. Hij werd door zanger Rol Sanchez uitgenodigd voor een middagje vissen. Heerlijk ontspannen. Ik ga erin, ja? Nee. Nee, nog niet. Blijf hier, blijf hier. Ik moet snel terugkomen, ik ben aan het zinken. En mijn oma Rietje. Ze is lief, maar ik word knettergek van haar. En ik ben niet de enige. Oh, ik ga dat zien. Dat vind je... Nou, Tijn. Ja, sorry, maar dat is niet mijn werk, mevrouw. Tijn, ik zou het wel doen. En ben jij nou iemand die altijd anderen in de zeik neemt? Nu zijn wij er. En we gaan ver. Probeer het anders nog een keer. Het is wat, hè, Ron? Misschien moet je even de wegenwacht bellen. Sommige grappen hangen al een tijdje in de lucht. En dat geldt zeker voor de grap met Marja. Helaas kon ze er vanavond niet bij zijn. Maar we hebben een videoverbinding met Marja. Daar ben je. Welkom. Hey, ja. Hoi, dankjewel. Je bent aangemeld door je zwager Peter. Die zit hier samen met je zus Diana aan tafel. En Peter en Diana zijn dan ook weer getrouwd met elkaar. Ja, hoe gaat het met je, Marja? Het hele gezin is getroffen door corona. We knappen wel aardig nu op. Maar we zitten toch nog aan huis vast. Ja. Nou, we horen je luid en duidelijk. Het voelt echt als je een beetje, alsof je een beetje in de woonkamer zit bij ons. En wij bij jou. Peter, hoe lang liep jij al rond met de brandende wens om Marja terug te pakken? Nou, ruim 18 jaar. 18 jaar? Ja. Zo hoor je. Ja. Wat is er gebeurd 18 jaar geleden? Nou, wij hadden een groentezaak in Leidschendam. En Marja die werkt al ook bij ons. Dus als ik 's avonds of 's ochtends vroeg aan de zaak kwam, dan luisterde ik het antwoordapparaat af. Ja. En op een gegeven moment werd er een bericht ingesproken door een vrouw met een accent. Op een gegeven moment voel je daar toch niet prettig bij. Want de gesprekken werden ook steeds heftiger, zeg maar, wat er op het bandje stond. Wat was, nou, dat wil ik natuurlijk wel weten. Ja, nou ja, goed, hoe heet het? Grote kale man, ik ben helemaal gek op je en ik... Weet waar je woont. En, oh, ja, het is een soort van stalking eigenlijk, een beetje. Ze drong echt aan op ontmoeting ook en zo. Ja. En ik kom naar je huis. En, En ja, toen heeft mijn vrouw natuurlijk... Die wist het in de laatste week. De laatste week. Oh, de laatste week, maar dus ook de laatste week ben je in het complot betrokken. Ja. En dan had ze weer wat ingesproken en dan belde ze op. En dan zei ze van, ja, je moet even luisteren. Ik heb weer wat ingesproken. Dus op een gegeven moment heb je haar wel gewaarschuwd en gezegd... Nu moeten we... Totdat hij zei, ga naar de politie. Ik zei, joh, wacht nou nog maar even. Ik zeg, hoe heet dat? Dus op die vrijdagmiddag toen kwam de aap uit de mouw. Ja. Nou ja, aan de ene kant een grote opluchting. Maar ja, aan de andere kant denk je van, ja, hoe kan ik jou ooit terugpakken? Ja, hè? Ja. Maar het heeft zo lang geduurd. Maar goed, ja, 18 jaar. Je hebt er lang mee rondgelopen. Marja, ben je altijd een lolbroek geweest? Of was je zwager gewoon het perfecte slachtoffer? We hebben altijd wel een lolbroek. Dus ik verdien dit eigenlijk ook wel. Maar het was wel heftig. Ja. Je zus Diana zat ook bij ons in het complot. Wat heb je tegen Marja gezegd? Dat ik wat gewonnen had van de postcode loterij. Hm. En dat wou ik graag met mijn zus doen. En wat had je gewonnen? En dat was schoonheidsspecialist. Lekker met z'n tweeën. Schoonheidsspecialisten. Ja, precies. Nou ja, zo zijn wij. Wij leggen onze gasten heel graag in de watten. En Peter zat als een koning in onze regiebus. Te kijken naar Marja's matteling. Goedemiddag. Hoi. Hallo. Welkom. Hoi. Hi. Voor de behandeling. Ja, hi, welkom. Ik ben Annelien, ik ben de eigenaresse van de salon. En jullie mogen je lekker laten verwennen vandaag. Gaan we doen. Nou, dit is Maddie, mijn collega. Hoi, ik ben Maddie. Hallo. Lig je goed zo? Ja hoor, heerlijk. U ligt ook goed? Ja hoor, prima. Maddie gaat jullie verder helpen. Ja, Maddie, je weet het allemaal. Ja. Ik heb alles uitgelegd. Ja. Als er iets is, kun je bellen. Ja, kijk. Ja? Oké, succes en geniet ervan, dames. Ja, dank je wel. Ik ben zo weer terug. Joe. Dank je. Dag. Ook even eerlijk zijn, ik ben hier net nieuw. Oké. Ja, je hoort het goed, Marja.
Net nieuw. Dus onervaren. En die gaat aan de slag met jouw tere huidje. Lekker ontspannen, hè? Zo'n sessie. Dan ga ik bij u de cleanser aanbrengen. Ja. Kan een beetje koud op je gezicht zijn. Ja. Zo. Het ruikt wel lekker. Ja, hè? Ja. Even kijken. En dan is het ook... Voelt het fijn? Ja, hoor. Ligt u lekker? Heerlijk. Helemaal goed. Ja, ze kan nog ademen. Even kijken. Zo. Ja, ja. Ademen wel, Peter. Maar ze ziet vanaf nu drie keer niks en dat is precies de bedoeling. Want die fijne vrouw van de facial, die krijgt hulp van een ervaren make-up artist. En die is gespecialiseerd in mensen lelijk maken. Voelt het een beetje oké aan? Ja hoor. Ja? Zo. Maar lekker ontspannen. Ja. Oké. Okay. Voelt wel een beetje raar. Ja? Maar wel lekker. Oh, goed zo. Zit het goed? Ja, fijn. Nou, mevrouw. U bent er nog? Ja hoor, we lekker zijn slaap gevallen. Ja, het is mijn tweede dag hier, dus het is... Ik had hem te veel opgedraaid. In opleiding ben je nog? Of, Sorry hoor. Oh. Nee, dat weet ik niet. Goed zo, fijn. Fijn dat u zo lief bent. Ja, tuurlijk. Wat een schat, hè, die Marja. Al het begin is moeilijk, toch? Zo'n meisje moet je een beetje steunen. Want wat kan er nou toch eigenlijk fout gaan, toch? Is het lekker? Ja, dat is een beetje mental. Beetje dat mentalachtig. Beetje mentalachtig. Ja. Tintelt wel een beetje. Ja, het is een beetje mentalachtig. Maddie, weet je toch, het wordt een beetje heet. Klopt dat? Dat gaat branden. Ja, dat kan. Ik zal zo eventjes kijken. Ja. Eén momentje. Bij Marja brandt er helemaal niks. Die tintelt helemaal van de mentel. Heerlijk. En zo rustgevend, hè? Gaat alles goed hier? Ja, de bubbelmaskers zitten er al op. Dus ja? Het is goed gegaan. Goed zo. Ziet er goed uit. Oh, oh, oh. Ik mag niet meer lachen. Maddie, wat heb je hiermee gedaan? Die zit op de... Gewoon onder het masker. Deze zit onder het masker? Ja. De rode? Ja. Je hebt niet de blauwe gebruikt? Nee. Ik heb de rode gebruikt. Dat moest ook. Tintelt bij mij, hoor. Dus ik weet niet of... Nou, laten we dit masker er maar even afhalen branden. Dan. Want dit is niet... Ik heb bij mevrouw als eerste erop gedaan. Bij haar als eerste? Ja. Ga maar even naar achter. Oh, 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 oh. Wat is er? Oh. Oh, dat doet zeer. Wat is er? Oh. Oh, nee. Niet aankomen. Laten zitten. Nee, maar wil je hem er wel afhalen? Ja, ik ga hem er afhalen. Wat zie je dan? Haal die Maddie erbij. Laat hem bij mij er afhalen. Ik ga nu even bellen. Blijf liggen, niet bewegen alsjeblieft. Maar wil je hem bij mij er afhalen? Nee. Ik kom eraan, maar ik denk dat ik hem beter kan laten zitten. Ik ga even bellen om te overleggen nu. Want... Trek hem eraf. Nee, want dan wordt het juist erger. Trek hem eraf. Nee. Wat zie je allemaal dan? Hey, komt dit goed? Dermatoloog Janssens, graag. Nu met spoed. Kijk even dan. Even overleg. Is het verbrand? Ja. Jeetje. Mars, heb je het gezien? Ja, een beetje. Wat zie je dan? Oké, ja. Mark, kijk dan. Wacht even, ik zal niet kijken. Mark, haal het er bij mij eens af. Nee, ik ga je nu helpen. Ja, nu. Ja, ik ga je nu helpen. Gelijk wat. Zeer. Haal het er bij mij. Ik ga het nu voor je doen. Komt in orde, het komt in orde. Mark, wat zie je dan? Diane, ik kom zo bij. Mark, ik kan niet kijken. Nee, het komt goed. Ik heb met het ziekenhuis gebeld. Maar bij mij moet het eraf. En het komt echt goed. Bij mij moet het er nu af. Maddie, jij kan naar huis. Dit is genoeg. Jij kan naar huis. Dit was gelijk ook je laatste dag. Dit komt niet meer goed. Ik smeer er meteen iets op. Maddie, naar huis. Nu. Ik heb pijn. Ja, het komt goed. Ik heb echt pijn, jongens. Kom. Ja, het komt goed. Tintelt het? Ja, oké. Okay. Nou, niks oké. Marja vond dat getintel net nog lekker. Maar nu heeft ze gezien waar dat toe leidt. Maar gelukkig zat het bij haar kort erop. Ja, Mar, zo begon het bij mij ook zo. Nee, het komt goed. Ja. Diane, iemand komt je zo halen. Wie komt mij halen? En dan, ja, de spoedeisende hulp komt.
Ja, ogen dicht houden. Ik ga nu even iets op je ogen doen om te zorgen dat er niks anders in komt. Ja, even je hoofd iets naar voren, dan kan ik het elastiek. Ja, goed zo. Zit het goed zo? Ja. Oké. Okay. Zit er bij mij genoeg? Nee, er komt nog meer. Ja, wat dacht je dan? Alles wat koud is, koelt, hè? Mag ik ietsje harder slaan? Ja. Oké. Okay. Doe maar wat je moet doen, hoor. Oké. Okay. Slaan hard. Dit is voor de doorbloeding? Doe maar wat je moet doen. Ja, ik wil even alles meenemen. Dat we niks vergeten. Zo, dit is even om te voorkomen. Zo. Wat ziet ze eruit, hè, Peter? Maar dit is echt nodig, joh. Heb je niet gezien hoe Diana's gezicht is toegetakeld? Ja, gaat weg hier. Nee, rustig blijven zitten. Wacht even. Ik ga dit er even afhalen. Ik kom eraan. Maar, zie je dat mij dan? Ja, het is net of je verbrand bent. Ja, maar het brandt. Ja. Ik wil weg. Ja, er komt echt zo iemand aan. Jeetje. Ik heb gebeld. Maar ik ben bang. Ik ga weg. Nee, Diaan, je kan niet. Er komt iemand aan. Diaan, je kan niet. Er moet een dokter bij. Ja. Diaan. Er komt echt iemand aan. Diaan, ga liggen. Het doet pijn, maar ik zie niks. Ja, ik ben gewoon verbrand. Ik ga het best aan je bellen. Diaan, moment, ik kom eraan. Diaan, wat zie je aan mij? Ja, het is rood. Ja, kijk eens naar mij. Het is rood. Heel erg. Kunt u nu hier naartoe komen, want het heeft echt wel spoed. Oké, ja, dank u wel. Wat is dit? Waar zijn we in beland? Nou, daar kom je snel genoeg achter, hoor, Marja. Nou ja, snel. De koelkast was nog niet leeg, natuurlijk. Ik leg twee vochtige watjes op je ogen. Voelt dit beter? Ja, toch. Ik ga weer even voor de doorbloeding. Ja. Ik denk dat we haar langer gezeten hebben. Even kijken. Het heeft bij haar iets langer erop gezeten, inderdaad. Dat klopt. Even in mond ontspannen, want ik moet dit ook voor de doorbloeding. Moet ik dit even beetpakken? Sorry. Ja. Komt even een wattenstaafje in uw mond. Doe ik op het tandvlees. Gaat het nog maar? Ja hoor. Even, komt hij even? Ja. Wat zou je allemaal doen? Voor de doorbloeding. Voor de doorbloeding. Ja. Nou, kan ik weer extra koelen? Ja. Voelt het goed? Voelt het beter? Ja, lekker? Koud. Oh, wat is dit lekker, zeg. Het helpt voor geen meter tegen brandwonden, maar een Griekse salade gaat er altijd wel in. Het enige dat nu nog ontbreekt is feta. Al proeft Peter vooral de zoete smaak van de wraak. Oké, dit moet rustig zo even intrekken. Dus stil blijven liggen. Kom eraan, hoor. Rustig blijven liggen. Niet bewegen, hè? Zal Peter bellen? Waar is Peter? Mm-hmm. Zal Peter bellen? Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Hi, Mar. Weet je nog, 18 jaar geleden, dat je mij in de maling nam? En nou heb ik jou te pakken, meid. Wat? Oh, was jij het? Jezus, Nina. Oh, jij was echt zo weg. Jij. En jij nou, Jan. Jij. Oh. Ja, jij bent niet meer te redden. Oh. Van Wendy van Dijk, wie het laatst lacht. Wat meen je dan? Ja. Ja.
geen veo. Oh, jongens. Volgens mij is dit niet gelukt, weet je. Ik ben blij dat het goed is. Oh, Marja, wij lagen helemaal gevouwen hier in de studio. Oh, was je er maar bij. Hoe heb jij het ervaren? Ja, het was heel leuk, heel leuk. Het viel me alles mee. Oh, ik ja? dacht, oh, ik ga wat zien. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar wat ben je te grazen genomen, hè? Oh. Zo, echt. Een week heb ik nodig gehad om bij te komen. Echt, we continu belden we elkaar en dan wachten we uiteindelijk natuurlijk. Ja. Maar op dat moment ben je zo blij dat dat niet zo is. Want ik zag echt dat gezicht helemaal verbrand. Ik denk, nou, dat is brandwondencentrum dadelijk. Maar je bleef nog zo cool eronder. Ja, maar die mij hielp. Nou, achteraf, daarom zei ik ook. Ik zeg, nou, wat ben jij een... Ja, ze hebben een piep, piep, piep gedaan. Maar, oh, dat vrouwtje. Maar Marja, wat ging er om in je hoofd? Want je bleef wel liggen. En als je zegt, van, nou, dit wordt brandwondencentrum straks. Centrum, ja. En toch gaat er in je hoofd om je zus. Maar zelf, je eigen gezicht ook. Ik dacht, ja, als ze mij nou nog... Hoe zie ik haar? Uit. Dadelijk ben ik ook of erger. En doordat zij zei, we moeten dit, we moeten dat. Maar je laat het allemaal gebeuren. Ook dat fruit. Achteraf denk ik, hoe stom kan je zijn om tomaat op je gezicht te laten hebben. Ja. Kaas, tomaat. Ja, die stokjes. Maar je laat het allemaal. Ja. Ja. Ja, je laat het allemaal toe. En je liet je zo hard in je gezicht slaan ook. Ja, ik zei, sla maar, sla maar, sla maar. Sla maar. Oh, heerlijk. Maar... En die, Diana, hoe was het voor jou? Nou, het was heel moeilijk om mijn lach in te houden. Ja, dat was het vooral, Je hebt echt je best gedaan om je lach in te houden. Peter zat als een soort koning mee te kijken. Ja, want hij was de opgever. Ja, natuurlijk. Maar ik moest daar... jij moest het spel spelen. Ik moest het spel spelen. Ja, dat is zo. Dus hij had dat heb je heel erg goed gedaan. Ja. Want alles valt of staat met die geloofwaardigheid natuurlijk. Ja. Dus je hebt echt genoten van elke seconde dat je daar in die seconde, bus zat. Ja, dat ik in die bus zat, heerlijk. En het goede is, het staat gewoon, jongens, we hebben... Nou ja, Nederland kijkt nu mee. Dat is ook leuk. En jullie kunnen het nog altijd tot in de treuren terugkijken. Ja. Dat is natuurlijk ook één geniaal iets. Ja. Als aandenken, Marja moet al lachen erom. We hebben hier nog een mooie trofee, Wie het laatst lacht trofee. Als aandenken, die neemt Peter even voor je mee, Marja. En verder rest wens ik je natuurlijk heel veel gezondheid toe met het gezin. Heel. Dankjewel. Soms krijg je wel eens een collega waar je echt helemaal niets mee kunt. Zoals Tanja, een van mijn onhandiger alter-ego's. Zij is met recht de nieuwe collega van hel. Ik zit in de put! Het is geweldig, ja! Ja, maar luister, als ik zeg toch, is een vraag, hè? Maar jij bent toch niet op aans hier, zo? Welkom, Bas en Karel. Karel, jij bent... je hebt een hoveniersbedrijf. Klopt. En Bas is een collega voor jou. Is het een fijne collega? Het is een ontzettend leuke jongen. Hij is ontzettend aardig. Je hebt heel veel aan hem. Je ziet het aan zijn postuur. Het is er eentje die een hele hoop bergen kan verzetten. Ja. Nou, en hij zit nog mooi in de bloei van zijn carrière. Dus het gaat eigenlijk hartstikke goed. En is Bas de grootste grappenmaker van jullie twee... of zijn jullie behoorlijk aan elkaar gewaagd? Nou... Eigenlijk ben ik de grootste grappenmaker van ons twee. En had ik eigenlijk ook een beetje verwacht dat ik degene was die in de zeik genomen zou worden. Oh. Maar wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Oh ja, Bas. Ja, opletten, hè? Ik ga nadenken hoe ik het kan terugpakken. Tuurlijk, daar hou ik van. Daar sta je, Bas, op een grote klus met een nieuwe collega. Wat was je eerste indruk van haar? Ja, het was wel een verschijning die langskwam. En ook bleef, dat was erg. Ja, en ook bleef. Nee, Wat dacht je? Wat? Ging van alles door mijn hoofd heen, maar ik vond het... het is een nieuwe collega, dus die moet je een beetje inwerken. Moet je uitleggen hoe en wat. Ja, en dat probeerde ik. Ja. Alleen, dat ging niet helemaal goed. Nee, maar wat voor type is het? Hoe kan je haar beschrijven? Ja, ze was heel hysterisch, heel druk. Ze had er hartstikke veel zin in, dat wel. Maar vrij hysterisch. Ja, vrij hysterisch. Ja, nou ja, deze vrij hysterische vrouw die is toevallig aangenomen door Karel. Want hij is altijd op zoek naar nieuwe klanten en natuurlijk getalenteerde medewerkers. Via onze eigen uitzendbureau heeft hij kennis gemaakt met Tanja Timmermans. En ik ken Tanja een beetje. Waar zij loopt, groeit geen gras meer.
Wat een heerlijk vak is dat toch? Hovenier. Zeker op zo'n mooie zonnige dag als dit. En met een nieuwe klant die duidelijk meer dan genoeg kluit heeft. Hey, het is zo dadelijk echt super belangrijk. Weet je, maak het echt even super netjes. Dus nou, ik hoop dat je zo dadelijk wat aan die andere vrouw hebt. Ik hoop gewoon dat ze een beetje de best doet, weet je. Maar daarom probeer je er even goed te begeleiden. Ja. Ja, en voor hetzelfde geld kan ze dan vaker mee. Ja, dat zou het wel super leuk vinden, heb ik begrepen. Ja, als er wat is, bellen. Ja, nee, komt helemaal goed. Dan ga ik lekker aan de slag. Ja, super. Zal ik je even laten zien wat je moet doen? Ja, eigenlijk mag je alles kort snoeien. Ja, die moestuin, die moet even zo blijven. Ja, daar kom ik verder niet aan. Die grote mag ook, die hoeft ook niet. Nee, daar kom ik verder niet aan. Nee. Hé, ik moet even weg, ja? Nou, ik zie je straks alweer. Ja, tot ziens. Hallo, oh, daar ben je dan. Wat is jouw naam? Bas. Ik ben Tanja trouwens. Ja, dus het moet vandaag echt even tip-top zijn, want het is ook voor ons een nieuwe klant. Oh, dat is goed. Dus, voor mij heb het altijd, ja, ik heb niet heel veel ervaring, moet ik zeggen. Maar voor mij heb het altijd als mijn roeping gevoeld. Oké, ja, welkom. Ja, je zaait wat je plant, weet je. Ja. Nou, ik heb alleen nooit de tijd gehad om daar echt, zeg maar, gewoon alle tijd en energie in te steken. Omdat je, je bent zo druk met van alles. Ik heb altijd, en de familie weet het ook hoor, als er iets is of zo, weet je wel, met planten of zo, zeggen ze altijd, breng je plant naar Tan. Ja, maar echt, hè? Ja, omdat ik toch ook gevoel heb met die... Ja, leuk. Die is ook wel behoorlijk uit zijn kluizen gegroeid, hè? Zal ik daar gewoon mee beginnen? Ja, dat vinden ze mooi. Dus, ze vinden dat mooi, dat het gewoon zo blijft. Ja. Beetje oerwoud. Niks aan te doen, ja. Oké. Okay. Hetzelfde met deze. Nou, weet je, ik denk een klein stukje kan het dan wel af van de zijkant. Ja, dat willen ze niet. Ja, maar wat weten die mensen er nou van, Bas? Jij en Tanja zijn toch van de tuinen? Ja, daar mochten ze niks aan doen, hè. De vrouw die wil dit gewoon... Oh nee, maar deze zien ze niet, hè. Dit is gewoon de achterkant. Nee, je mag echt even niks mee gedaan worden. Maar dit is de achterkant, hè? Ja, daar zien ze niet. Dit willen hun. Ze willen dat hele ding niet. Dit willen ze zo laten. Dat vinden ze mooi. Oh, dat vinden ze mooi. Zo. Maar ze zien de achterkant in principe als het ware, zie je niet, hè? Nee, maar als je hier staat. Maar wel. Ik zou een heel klein stukje nog doen. Kijk, heel klein stukje gewoon. Ja, ik zou het in balans. Hier mag echt niet. Nee, oké. Okay. Nee, oké, okay. We laten het. Ja, het is dan toch. Nee, oké. Okay. Hey, jij bent trouwens wel een boom van een wens, hè? Dat is wel goed. Ja, goed. We vinden dit goed hoor voor een tuinman. Boom. Nou, een boom. Begrijp je? Ja, ja, ja. Boom van een wens voor een tuinman. Ja, ik snap. Ja, dat je wel zeg maar op je plek bent. Dat is eigenlijk wat ik ermee zeg. Hey, jij loopt de tijd nou terwijl wij aan het praten zijn voor die mensen? Ja, oké. Okay. Nou, we zijn al 5 minuten bezig, maar natuurlijk nog helemaal geen reet gedaan. Maar geloof jij dat, Bas? Dat planten je kunnen horen? Heb jij die vraag wel gehoord, Bas? Of zijn bomen de uitzondering op die regel? Niet per se horen, maar ik geloof wel... dat jij de liefde in steekt, dat ze mooier worden. Als je ze voldoende aandacht geeft, dus liefde erin stopt... dan komen ze ook qua kleur en alles komen ze mooier terug. Nou, ja, want hoe kan je zien dat de ene plant gelukkig is en de andere niet? Bij een mens kan je dat zien, hè? De ene gaat dood en de ander niet. Ja, dat is bij een mens natuurlijk ook. Ja. En zijn er ook planten die bijvoorbeeld obesitas hebben of zo? Weet je wel, dat ze echt gewoon te dik worden? Of te dun misschien? Ja, dat is een anorexia plantje. Die hebben wij niet per se in het assortiment. Die heb je niet in het assortiment. Als ze te dik worden, dan kun je het zelf terugsnoeien. Oké. Okay. En laat Tanja nu uitgerekend die ene struik veel te dik vinden. Dus daar moet de schaar in. Nee. Nou, dan houd die maar bij je. Geef het al. Dus we zijn alweer 30 minuten verder en we hebben nog geen kloot gedaan. Nee, maar als we dan gewoon alleen met dit bordje en bezig bent... En de klant is alweer 50 euro armer. Ja, jij blijft maar lekker kletsen ook, hè, Bas. Zal ik gewoon even gas gaan waaien? Nee. Wacht. Tanja, wat zegt Bas nou? Nee is nee. Gaan we nog niet doen? Als je gaat zo meteen gas maaien. Ja, dat gaan we zeker doen. Maar we gaan eerst zorgen dat alle borden. Oh, je wil liever gewoon even afmaken? Ja,
Ja, je kan wel dit gaan doen en dan hiermee stoppen en wat anders gaan doen. Word je onrustig gewoon? Maar dan vergeet je het. Oké, okay. Ja. Nee, ik vergeet nog wel eens wat hoor. Ik heb helemaal gelijk. Ja. Bas, als jij een plant zou zijn, hè? Ja. Wat voor plant zou je zijn? Rood. Een basilicum? Rood. Dat vind ik dus zelf een hele goede grap. Of een vetplant? Ja, dat zijn ook een simulaam, toch? Ik vind ons wel een goed team. Misschien word ik wel gewoon je nieuwe collega. Hoe fijn zou dat zijn, Bas? Ah, kom op. Geef die vrouw nog één kans. Het belangrijkste voor vandaag mag u al het onkruid uit het grind halen. Nee, dat kan ik. Oké, okay, dus alles wat onkruid is, trek ik eruit. Ja, ja, oké. Okay. Hier zo. Oh, dit hoort er helemaal niet. Nee. 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 Oh, luister nou. Nee, dit. Jij zegt alles wat in het gras staat wat er niet in hoort, nee, dan moet je eruit trekken. Nee, jij hebt heel duidelijk gezegd, wat er in het gras staat en wat er uitgroeit, moet er niet in. Dit moet eruit. Dit hoort er niet, hè? Nee. Dit hoort bij de groenteboer. Nee. Dit hoort niet in het gras. Nee, mevrouw. Dit hoort allemaal. Dit is eigenlijk, kan je hem betitelen als onkruid. Als u niet luistert wat ik zeg, heb ik liever dat u weggaat. Simpel zat. Maar lieve Bas, je zegt nou, wat is er nou? Wat doe ik nou fout? Nou, dat je niet luistert aan me. Dat gaat. En toen zeg ik nog, alles wat groeit uit het gras wat er niet bij hoort, trek ik eruit. Jij zegt ja. Dit is een vak wat zo gemaakt is. Dit is een moestuintje, zoals het heet. Dit moet je in de ijskast neerleggen. Dat is gewoon een krop sla, die hoort in de ijskast. Precies. Ik gewoon... Als je zich concentreert... Ja, ik vind het ook niet leuk, hoor. Ik vraag nog aan jou of het gras is. Weet je wat het ook is? Want dit is een plant die gewoon wat liefde nodig heeft. Dus eigenlijk wat zo'n plant nodig heeft... Nee, oh, dat is dat je zo'n plant af en toe even gewoon knuffelt. Ja. Maar uiteindelijk... Bas, het is niks voor mij, hè? Dat hele tuinieren. Nee, toch? Ja, ik kan beter in de studio gewoon aan de gang gaan. Ja, echt? Welkom bij mijn programma. Wie het laatst lacht. Nee. Weet je wie ik ben? Nee, ik denk Linda. Wie ben ik? Wendy van Nijm. Dat vind ik de niks toch? Zo, en hoe voel je je nou? Ja, helemaal top. Nee, ik voelde me wel goed in de zeik genomen. Maar je bleef wel geduldig. Kijk, ja. Ik kreeg het daarna veel moeilijker. Want ik had echt nog zo'n lijst, hè. Ik wilde nog de sloot in. Ik zou nog met de boer ruzie maken. En ik kon alleen nog maar naar dat moestuintje rennen. Want ja, jij gijzelde mij gewoon. Je zei, ik zat overal goed tussen. Ja, ik mocht alleen maar nog maar tussen de steentjes mocht ik onkruid weghalen. Ja. Ik had het heel zwaar. Nou, gelukkig. Hij had me goed in de gaten. En jij me lag in die bus. Hè? Ja, dat kwam misschien ook een beetje omdat hij vrijgezel is misschien. Ja? Dat hij er gewoon bovenop blijft zitten. Nou, dat deed hij zeker, ja. Was je een beetje aan het genieten? Ja, dit was echt precies eigenlijk zoals ik verwacht had. En hoopte ook dat hij het zou doen. Ja. Omdat ik tegen hem gezegd had al een week lang van hoe belangrijk die tuin was. En ja. Dat het alles was belangrijk om die tuin heen. Ja. Ja, ja, dat werkt. Uiteindelijk zag je dat hij er zenuwachtig van werd, omdat het helemaal niet ging zoals het normaal gaat. Nee, precies. Nee. En dat was, nee, dat was echt, dat was perfect. Jullie hebben wel een mooi vak. Nou, en sowieso is het natuurlijk leuk om met Linda de Mol samen te maken. Ja, met Linda de Mol. Dankjewel. Nou, ik heb voor jullie een mooie aandenken. De Wie het laatst lacht trofee. Dank jullie wel. Bij mij zit inmiddels het toch wel trotse gezicht van alle plantenbezorgers van Nederland. Tijn, hartelijk welkom. Met ons programma nemen we niet alleen mensen te grazen. Het is ook een uitstekende manier om de goedheid in de mens te ontdekken. En Tijn, dat is een goed mens. Zonder dat hij het weet, moet hij opdrachten uitvoeren die helemaal niks met zijn werk te maken hebben. En bij elk geklaard klusje hoort hij dit. En €50 levert dat op, elke keer weer. Dat weten wij, dat weet mijn oma Rietje. Alleen Tijn weet het niet. Hoe lang houdt hij dat vol? Goed. Kom het je maar naar binnen, hoor. Ik zit een beetje ongemakkelijk.
Ja, Jaapie zou hier eigenlijk zijn, dat is mijn zoon. Ja. Maar die is een beetje laat. Maar kind... Waar zou ik ze voor hun neerzetten? Ja, ze moeten daar zo om die paal heen. Zo. Ja, mooi hoor. Heb ik, wat is je naam? Tijn. Ja, Tijn. Misschien kan je even zitten, Tijn, dan kan ik je beter zien. Tijn, een vraagje aan jou. Zou jij voor mij even een banaantje? Ja. Zou jij een banaantje kunnen pakken voor me? Mijn auto staat wel een beetje verkeerd. Ja, dat is goed. Goed zo? Als je het heel even dit vastpakt, ja, moet je het even een banaantje pakken voor mij? Ik moet wel gaan, mevrouw. Ja, hoor. Dat is goed. En dan? Ja, dan moet je het even naar mij geven. Lukt ja. dat? Ja. Ja, dat gaat. Ja, ja, dat is, ja. Nou heb ik één vraagje aan jou, Tijn. Ik heb hier Johnny en Rijk. Johnny en Rijk, die krijgen altijd in de ochtend een beetje eten. Maar omdat Jaapie er niet is, kijk, daar heb je voor Johnny en Rijk. Zie je het staan, het hele klein? Ja, precies. Ja, ja, is goed hoor, want anders gaan ze hartstikke dood. Je moet even kijken of die auto nog goed zou staan. Zo, ik heb nog één vraag. Want kijk, daar op dit bureautje is een kaart. Ik heb je een laagje. Tijn, je moet heel even naar me luisteren. Als je heel even daar gaat zitten, moet je even voor mij opschrijven. Zeg maar even, lieve Fred. Mevrouw, komt er zo niet, hè? Ja, Jaapie, kom zo. Kan die dit niet voor u doen? Want ik nee, schat, daar heb ik geen tijd voor. Ja, maar ik heb hier ook geen tijd voor. Nee, ik maar als je het voor me doet, ja, dat is heel lief. Wat moet er komen te staan? Wat een fijne tuin ben jij. Wat moet er komen te staan? Lieve Fred. Ik heb niet zo'n heel mooi handschrift. Maar dat maakt niet uit, schat. Dan je begrijpt. Je begrijpt. Dubbele punt. En nou komt ie. Je hoeft niet meer thuis te komen. Geef het maar aan mij hoor, want dan geef ik hem zo aan jou. Als je heel even voor mij die mand kan pakken, want dat zou je ook niet ook even voor me doen. Even die mand hier. Ja, hartstikke goed. Ik snap het hoor. Dan moet je het heel even hier. Ja, ik snap het. Als je die heel even eraf haalt, ga ik vast geld voor jou zoeken. Wat moet ik met deze was doen? Of je die witte. Kijk, het hoeft alleen maar gescheiden te worden. Oh, nee, maar twee kleine stapeltjes. Dus dat witte. Dat witte. Nou, Tijn. Ja, sorry, maar dat is niet mijn werk, mevrouw. Nou, Tijn. Ja, Tijn, ik zou het wel doen. Ik moet terug naar mijn werkgever. Ja. Anders krijg ik problemen. Verdien je veel geld, Tijn? Nee. Nou, dan zou ik toch niet blijven als het jou was, hoor. Ik zou toch even wat doen voor mij. Als je heel even nog die witte was, als je dat even oplost, dan zijn we klaar, weet je wel, Tijn. Ja, pak het jou, je had het al bijna gedaan, jongen. Ja, hartstikke goed. Even zo. Ja, ja, heel goed hoor. Het is nog maar zo'n klein beetje, schat. Ja, doe maar hoor. Ja, zo. Ja, hartstikke mooi. Zo? Ja, ja, heel goed. Ja, zo. En dan? Nou, dit was het. Oh. Kijk maar. Ja. Nu je er toch nog bent, Tijn, zou je heel even de kattenbak achter je? Als je daar die witte hebt, dat is de kattenbak. Ja. Als je die heel even pakt, dus Tijn gaat even je wc'tje schoonmaken, Minnie Muis. Push, push, push. Ja, zet hem maar hier neer, Tijn. Push, 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 push. Waar ben je? Push. Als ja, je doet het zo met Tijn, hoor. Zoiets? Ja, dit is hartstikke goed. Hoeveel krijg je van mij, Tijn? 20 euro. Oké, okay. Pak even die stofzuiger en dan geef ik je geld. Wat is je zaak? 20, hè? Ja, doe dat maar even snel. Maar even snel, joh. Okay. Ja, heel goed. Ja, ja, we zomen van het ding. Ja, leg hem maar even terug. Ga maar heel even zitten, Tijn. Anders kan ik je niet zien, hè? Met mijn nek. Ja, dit is fijn. 20 euro. Kijk, het is altijd zo dat mijn Jaapie, omdat ik dan moe ben, en het is een beetje zo, dit tijdstip, gaat hij altijd even die slaapliedje voor me zingen. Dat is het laatste wat ik vraag. En als je dan gaat, kan ik lekker slapen. Oké, okay. Dat is goed. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap.
En schaap met witte voetjes. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Mevrouw? Ik was helemaal even weg, Tijn. Heb ik jou betaald, Tijn? Nee, nog niet. Dat ga ik nu doen. Dan krijg je dus nog 8 maal 50 euro. Dit is voor het eerste opdrachtje. Dit is voor het tweede. Dit is voor de visjes. Dit is voor kaartjes schrijven. Dit is voor de was sorteren. Vond ik hartstikke sympathiek dat je dat hebt gedaan. Dit is voor de kattenbak verschonen. Doet ook niet iedereen. Dit is voor het stofzuigen. En dit is voor het slaapliedje. Dit is het, schat. Zo. Ben je er blij mee? Oh, iedereen verdient toch een tuin? Een fijne tuin. Dat moest ik nog even zeggen van oma Rietje. Heftig. Schrok je toen je ineens mijn stem hoorde? Ja, best wel eigenlijk. Ja. Waarom heb je het uiteindelijk gedaan? Zelfs die witte was deed je, hè? Ja. Aanvankelijk dacht je, ga ik echt niet doen? Ja. Als ik nu terugzie, dan denk ik, waarom doe ik dat in godsnaam? Maar... Mooi is dat, hè? Mm-hmm. En je kan mensen dus toch sturen, als je echt iets wil. Jouw vriendin is ook meegekomen. Ja. Ja. Amber, ken jij Tijn zo? Is dit Tijn ten voeten uit? Ja, eigenlijk wel. Echt? Ja. Ah. Hij is wel echt heel lief. Zo lief en zo hulpvaardig. Ja. Maar heeft hij ooit voor jou een slaapliedje gezongen? Ja, misschien wel, maar ik kan het me niet herinneren. Maar nee, ik denk het eigenlijk wel. Nou, je bof maar met zo'n tuin. Ja, echt wel. Ja, ja echt waar. Ja, van schrik heb je eigenlijk een beetje de 400 euro vergeten die nog op tafel lagen. En die zijn voor jou. Wat ga je ermee doen? Nou, ik heb er eigenlijk al iets van gekocht. Wat oh! Wat heb je ervan gekocht? Een gitaar. Oh, wat goed. Je maakt muziek. Ja. Zing je ook? Ja. Oké, dus misschien zie ik je, nou ja, eerdags bij We Want More of zo? Dat denk ik niet. Dat zou wel heel leuk zijn. Nou, deze trofee is als aandenken voor jou. Dankjewel, lieve Tijn, dat je hier was. Dankjewel. Bij mij aan tafel vader Ron en zoon Niels. De liefde tussen vaders en zonen is onvoorwaardelijk. Maar toch ook meestal een soort van stille strijd. Want papa wil zoon lief zo vaak mogelijk in de maling nemen, volgens mij. Niels, ja, toch? Klopt. Ja. Helemaal. Welkom. Vertel. Nou, ik heb best wel veel mensen in de maling genomen. Waaronder andere met maskers voor de deur staan tijdens Halloween. Mensen wijsmaken dat ze palmbomen in de voortuin krijgen. Dat ze palmbomen in de voortuin krijgen? Hoe dan? Ja, ze zijn bij ons in Almere, zijn ze de wijk aan het ophogen. Ja. En ja, het is leuk om daar een geintje mee uit te halen met je collega's als je buurtpreventie loopt. En je hebt een coördinator die nogal goedgelovig is. Ja. Om dan te vertellen van, nou ja, door de klimaatsverandering gaan ze die oude bomen allemaal weghalen en er worden gewoon palmbomen neergezet. Oh, echt? Ja. En hij gelooft het ook nog, dus ja. Die was in ieder geval goed geslaagd. Oh, wat heerlijk. En daar kan je dus ook echt heel erg van genieten. Ja, zeker. Ja, dat, maar wat heeft hij bij jou gedaan? Rubberen eieren verstopt in de koelkast. Rubberen eieren? Ja. Oh ja, oké. Okay. Dus als je een eitje wil gaan bakken, dan... Ja, ik heb ze dan slaan op die pan, maar ging niet stuk. Nee. Oh, wat heerlijk. Dus elke dag word je eigenlijk wel verrast met een soort van grap. Ja, heel vaak. Oh, geestig. Maar Ron, had jij kunnen bedenken dat jouw zoon professionele wraakhulp nodig had? Nee. Dat had hij. Ja, ja. Daar was ik achter. Ja. En Ron is niet alleen vader, hij is ook een echte kerel, hè? Een stoere vent met een auto. En die auto die is ook zijn alles, dus ook zijn zwakke plek. Zeker als je weet dat zijn eigen vrouw ons met alle liefde wilde helpen. En een team van monteurs, om die auto vakkundig te ruïneren. Ron en zijn vrouw proberen samen iets leuks te maken van deze druilerige dag. Een romantisch ritje naar de dierenwinkel. Even geen gezeur aan je hoofd. Dan gaat de zon vast vanzelf weer schijnen. Helemaal als je meteen een parkeerplekje kan pakken. En dan weet je, dit wordt een hele mooie dag. Kijk, Ron heeft er echt zin in. En zijn grote trots is veilig afgesloten.
Het grote shoppen kan beginnen. En de grote sloop ook. Ons team van techneuten heeft uiteraard een reservesleutel gescoord en gaat in recordtempo aan de slag om van Rons rijdende droom een nachtmerrie te maken. Zo, dat motortje heeft zijn grote beurt alvast gehad. Dit wordt genieten hoor, Ron. Voor ons. Maar als jij nou even de auto gaat halen, dan hoef je niet zo te rammelen met dat winkelwagentje. Heerlijk, dat oud-Hollandse herfstweer. Dat geeft zo'n grap gelijk meer sfeer. Met dat trieste weer wil je zo snel mogelijk lekker warm en droog in je stalen ros zitten. Maar dan moet die stalen ros wel een beetje meewerken. Hé, hey, dat is gek. Of niet, Ron? Probeer het anders nog een keer. Het is wat, hè, Ron? Misschien moet je even de wegenwacht bellen. Dat was echt een flinke klap. Ja? Ja, kom even gauw hier naartoe. De auto ontploft. De auto ontploft? Dan staat die tussen zeg in één keer plop. Oké. Ja, maar kom maar even gauw hier naartoe. Hè? Kom maar gauw hier naartoe. Tja, in zo'n panieksituatie kan je vrouw de reddende engel zijn. Ik heb al gebeld, hoor. We moeten maar komen. Even paraplu pakken. Dan kun je daarna rustig vertellen wat er aan de hand is. Heb je die motorkappen open? Ja, nou, doe maar niet. Ik weet het niet. Laat maar even dicht. Laat hun maar kijken. Ik zat te trillen, man. Ja, wat denk je van mij? Ik zit in die auto. Hij wil niet starten. Ik haal mijn sleutels halker uit. Dus ik ga even opnieuw starten. En in één keer, bang, bang. Heb je hem gek gestart of zo? Of? Lijkt mij. Ik weet het niet. Nee, natuurlijk niet. Maar dankzij je vrouw staat er binnen no time een monteur voor je neus. Die fixt het wel. Hallo, heeft u mij gebeld? Ik heb net gebeld voor de Ford. Ja. Ja. Ford. Ja. Oké. Okay. Ik wil hem starten. Ja? En hij doet die start alleen maar. En ik start opnieuw. En in één keer aan de voorkant twee harde knallen. Flits. Ja. En allemaal witte rook. Even kijken. Ook allemaal witte rook. Ja. Keer. Kunt u de kap even overdoen? Ja. Zal ik eens even kijken? Durf je dat wel? Durf je dat wel? Ja. Even kijken, waar gaat hij open? Ja. Kijk. Ja. Rook, jongen. Rook ook. Ja, rook. Ja, flink rook. En witte rook, hè. Het is de motorkap uit gewoon. Dus, alsof we een nieuwe pauze hadden. Huh? Alsof we een nieuwe pauze hadden. Ja, inderdaad. En was het een plof of een knal? Nee, het was echt knal. Knal? Ja. Het was pam pam was het. Meestal start je toch meteen, of niet? Tom, hij ook. Ja. Ja. Nu heeft hij zelf ook wel een beetje verstand van. Nee. Mooi, dan kan onze monteur dus doen wat hij wil. De lucht zit eraf. Even kijken hoor, die zit nog even vast hier. Zo. Zo. En even kijken, kunt u hem nu nog een keer starten? Ja. Laat je hem wel heel? Even proberen. Als het goed is, zou hij nu moeten starten. Nee, niks. Kijk of ik nog iets. Onze monteur maakt het nog iets erger. Ik heb er verstand van, wij niet. Zo. Het is weggebrand. Zo, dit is allemaal al uitgebrand. Ja, dat is echt erg. Zo, joh. Oh. Dit is ook niet goed. Nee, dit ziet er ook niet heel goed uit. Maar hij zal het toch wel weten, Ron. Ik sta nu bij het tuincentrum. En de meneer heeft een grote knal gehoord. Ik heb er van alles uitgehaald wat helemaal doorgebrand was. Heb je de kabelbanden gecontroleerd? Heb ik gecontroleerd. Ik heb er ook een paar uitgehaald die gewoon helemaal doorgebrand waren. Uitgehaald? Ja, wel eruit gehaald, ja. De kabel moet eruit gehaald? Ja. Hoezo? Hoezo? Heb je wel doorgemeten eerst? Nee, dat heb ik niet gedaan. Even voordat je iets eruit haalt. Moet je hem doormeten. Is de garantie voor jou dan? Nee, garantie is voorbij, maar... Garantie is voorbij, zeggen ze. Ik stuur je voor op je eerste klus en dan krijg je meteen dit. Het zit voor... Ja. Sorry. Nou, kan je die kabels weer terugplaatsen? Nee, die heb ik echt helemaal doorgeknipt. Dat is echt niks meer aan te redden eigenlijk. Hey, hoe oud is die auto eigenlijk? Hoe oud is de auto ongeveer? 2015 of zo? Ja, maar het zijn niet de beste types, hè? In principe zijn het auto's. Ja. Maar dat maakt niet uit. Momentje, hoor. Ja. Ik weet niet wat ik van die monteur moet vinden, man.
Jij? Dat is nog wat. Ja, als hij het ook maar weer in elkaar zet. Na een kort overleg met zijn manager heeft de monteur de oplossing. Vluchten. Vluchten. Nu het nog kan. Meneer? Ik kan u niet helpen meer. En dat dan? Ja, dat... Ik werk pas 12 dagen bij zoals als stage ook. Hij is nu echt ten dode opgeschreven, denk ik. Zo. Wilt u dat ik het terugstop in de auto? Ik weet niet of dat werkt, maar ik denk het niet. Maar als u het zo graag wil... Wat is de manier van werken bij de kan het niet. Nee, dat kan zeker niet. Nou. Ja, het is opgehouden met regenen, dat is fijn. Ik kan u niet verder helpen. Zo, gevalletje van de regen in de drup. Ja. Succes ermee. Succes ermee? Nou, is dat hem niet van de... Sorry, meneer. Naar wie kan ik dan de factuur sturen? Ik kan dat echt niet betalen. Ik vind 50 euro ook goed. Ja, maar dat is toch... Nou, ze hebben onze gegevens, hoor, dus... Nou, laat maar, als het zo moet, dan sturen we wel factuur. Ja? Wil jij de van Almere? We zeggen, we krijgen een stage lopen hier ook, die trekt hele eruit. Ja. Hij trekt hele eruit. Moet ik het nog een keer proberen of hij doet? Zelfs hij doet het niet. Al ik kan het proberen. Al die draden zijn als een moer. Ja, dat zal wel. Maar onderschat nooit de magic touch van een vrouw. Nou, gewoon weer, hè? Nou, weer hetzelfde. Jezus, zacht. Nou, die is afgeschreven. Ik aan die auto klopt. Die baas lacht. Die baas gaat lachen op de dijk. Daar. En de boven. Kracht. Oh, de f***. Onze pakken. Via terug. Ik ben ook op de camera. Benny Verdijk met baas lacht. Nou, ik lacht niet. Dan heb je gewoon mazzel gehad dat we hier van een razijn gingen. Nee, dat weet ik. Ja, ik heb niet verteld. Jij ook? Ja, Ron, zo voelt dat nou. Ja. Als je in de maling wordt genomen. Nou, vreselijk. Ja, dit doe je dagelijks mensen aan. Ja. Nou, ik dacht dat ik dood ging daar zo. Ja. Ik zag mijn auto echt op dat kerkhof belanden. Ja. Ja, je bent nu vrij open, vind ik. Terwijl daar ben je toch wel echt een binnenvetter. Ja, ik was echt rustig. Dat verbaasde mezelf ook. Ik dacht, het ging me allemaal zo'n beetje half langs me heen. En hij stond me alles uit die auto trekken. Gooide alles op de grond. Ik dacht, wat is dit nou, zeg? Ja. En die eerste klap met heel veel witte rook. Zo, ik schrok echt. Ik dacht, ik moet die auto uit. Ja, die auto gaat in de fik of zo. Ja. Ik dacht, soms voor hetzelfde geld slaat die auto deur op slot en dan zit ik. Ja, ja, oh, dat is wat je dan denkt. Ja. Ik dacht, ik ga eruit. Ik zag al die grote witte rookpluimen. Jee, wat is er met die auto? En alsof het nog niet genoeg is, Niels. Je moeder die stapt dan nog even in de auto en dan nog een keiharde knal. Zo, er stond ik recht vlak naast. En de motorkap open. Dus het was nog heftiger als dat ik binnen in die auto zat. Dus nou, die zachte schrikreactie. Oh, heerlijk toch? Wat heb je genoten, Niels? Ik heb heel genoten. Ja, hè? Ik vond het echt helemaal top. Van elke seconde. Vond je niet dat dit iets te ver ging? Nou, bij de eerste vond ik, nou hè, ik heb hem eindelijk teruggepakt. Bij de tweede dacht ik, vind het nou wel zielig geworden. Ik wil nou wel naar hem toe om te zeggen dat het allemaal een grap is. Het duurde te lang. Toen vond ik het wel zielig voor hem. Ja. Maar had je verwacht van je vrouw dat ze in het complot zag? Nee, totaal niet. Nee. Nee. En ik vind het heerlijk, dan zo die echtelijke ruzietjes tussendoor, dat gekibbel. Ja, als je dan denkt, als er allemaal draden op de grond liggen, dat je dan nog een auto kan starten, ik dacht, dan ben je niet helemaal goed, hoor. Nou, ze heeft het fantastisch gedaan, hoor. Dank u wel. En deze trofee die staat voor jullie klaar. Dus ik hoop dat hij een mooi plekje krijgt op de kast ergens, een vitrinekast. En ik heb uiteraard de uitreikkaart. Want we weten precies
waar jouw auto staat. Oké. Oké, dankjewel. Dus ik heb hier twee bijzondere grootheden aan tafel. Levende voetballegende Wesley Sneijder en de popsensatie van dit moment, Rolf Sanchez. Welkom. Wesley, ik wist niet dat jullie zulke goede vrienden waren. Ja, zijn. Ja, toch wel, alleen niet zo. Ja, waren. Ik zeg al waren. Ja, waren, je hebt gelijk. Het is al klaar, ja. Nou, ja, dat klopt. Ja, nou, een tijdje alweer, ja. Ja, ja, hoe is het zo gekomen? Eigenlijk bij een eerste optreden. Nou, niet zijn eerste optreden, maar dat ik ging een keer kijken bij hem in Ziggo, hè? Ziggo Dome. Ja. En toen kwam ik backstage via André. En zo, ja, het was een gezellige avond. En, maar je kwam niet alleen maar backstage. Volgens mij kwam je ook onstage. Ja, één keer. Eén keer ben ik onstage geweest. Dat gaan we niet meer doen. Hij doet het altijd, hoor. Hij zegt dat hij niet meer wel, doet. Hè? Ja, hij doet het altijd. Hij is helemaal te gek. Ja, en vervolgens hebben jullie toch ook, dus toch ook helemaal viral gegaan? Ja, dat filmpje is wel... Is ja, wel dat gaan we even bekijken, hoor. Ja, dus, ja, ja. Oh, ja. Daar gaat hij. Oh, dit filmpje? Ja. Zo leuk. Ja, die is wel meer dan 1 miljoen keer bekeken, ja. Leuk, toch? Ja, top. Ja. Ik durfde het hem bijna niet te vragen. Ik moest hem een paar drankjes geven en toen vervolgens deed hij het. Ja. Maar nee, het is... ja, wat goed. Het was echt wel leuk om te doen, ja. En wat is... Toen is hij goud geworden. Ja. Ja, precies. Allemaal daarom. Ja. Goeie PR was dit. Wat is Wesley voor een vriend voor jou? Ik denk dat ik hem altijd kan bellen en hij zal er altijd klaar staan. Hij zal altijd klaar voor me staan. Maakt niet uit hoe laat je hem belt. En dat is het mooie aan Wes. Ik heb het ook vaak tegen hem gezegd. En elke keer als ik dan ergens ben met zijn familie, zeg ik dat ook. Ik ken nu Wesley en niet Sneijder. Ja. Dus dat is voor mij is dat heel veel waard. En ik denk ik hoop dat het altijd zo zou blijven. En andersom sta ik ook altijd voor hem klaar. Dus maar in het begin vond je het dus toch wel echt een beetje gek. Gewoon, ja, tuurlijk. Het ja, is dan toch voor jou, jij kleine ventje, toen nog helemaal opkijkend naar Wesley. Daar zou ik je wat grappigs vertellen. Op mijn 14e stond ik in Noordwijk. En toen had ik een Nederlands elftal shirt. En ik kwam alleen maar daarheen om een handtekening van Wesley te krijgen. Echt? En hij negeerde iedereen en ik riep zijn naam. En hij heeft mij toen een handtekening gegeven. En 14 jaar later ben ik dus in de Ziggo Dome. En toen was Wes daar. Ja. En toen kreeg ik weer een handtekening. Dus er bovenop zijn oude handtekening kreeg ik de nieuwe handtekening. Dus 14 jaar later. Dus in het begin was het inderdaad heel apart. Dus ik dacht van, joh... Bizar, want het was toch een groot idool van je. Ja, normaal. En nu je buddy. En nu is hij een fan van mij. Ja, zeker. En jullie hebben ook een hele bijzondere hobby samen. Want iets wat ik eigenlijk niet zozeer in eerste instantie zou verwachten. Ja, dat is meer mijn hobby. Ik ga gewoon mee. Ik chill gewoon. Hij kan dat ook niet. Ik kan het ook niet. Nee, hij kan het niet. Wat gebeurt er als jij een vis vangt? Nou, het is namelijk vissen. Niet? De grote hobby is vissen. Ja. Waarom vissen dan? Maar ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk om lekker langs de kant te zitten. En, rustgevend. Rustgevend. Lekker drankje erbij met vrienden. Gewoon chill. Ja. Alleen deze man heeft geen geduld ervoor. Nee. En wat gebeurt er dan als jij een visje vangt? Geef ik het aan Wes? Ja. Ik durf het niet eens vast te nemen. Nee, maar hoe dan? En dan geef je die hele hengel aan hem? Ik zeg je gaat het ook zien. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Maar ik ben er gewoon bij als een mascotte. Ik ben er gewoon bij... weet ik veel, dan gaan we gewoon praten en dan vertrouwen we elkaar. En dat is dus het ding, hè? Praten. Ja. Praten kan niet bij het vissen. Dat nee, precies. Je moet gewoon je mond houden. Hij zit alleen maar op zijn telefoon. En, nee, dat is niet waar. Ik zet hem, als we gaan vissen, doe ik hem weg. Nee, nee, maar hij is nog te jong. Hij heeft die hele rust heeft hij nog niet. Wij vonden het wel eens tijd voor een heuse documentaire over de echte Rolf. En dat hij dus ontspant door te vissen met zijn mattie Wesley. Maar uitgerekend vandaag had Rolf buikkramp van de sushi van gisteren. En dat is precies wat we nodig hebben om een prachtige middag volledig in het water te laten vallen. Rolf, heb je niet ontzettende buikpijn van deze grap? Heel erg. Zeg maar niet alleen van deze grap, maar ook... Goed zo! Eten. Je zit in je rol. Ik zit er helemaal in. Eén ding, je hebt een hele grote verantwoordelijkheid. Wes moet op dat bootje blijven. In zijn eentje, want anders hebben we geen gat. 100%, gaan we lukken. Oké, dan ga ik naar het onbewoonde eiland. Dan zie ik je daar straks als het allemaal goed gaat. En jij gaat naar ik ga naar de... Oké, doei. Doei. Terwijl Wesley en Rolf hun telefoons uit voorzorg achterlaten op het droge, zwemmen onze duikers naar het geprepareerde roeibootje. In afwachting op de go van Mandy. Check. Het bootje ligt al op onze voetbalvriend te wachten. En zoals dat gaat in een documentaire over het echte leven,
worden de sterren van de show natuurlijk per luxe sloep naar de plaats van bestemming gebracht. Maar eerlijk is eerlijk, Wesley is wel lekker bezig met zijn eigen hengel. En verzorgt natuurlijk zijn eigen stunts. Hij heeft evenwicht. Ik heb dat niet. Nu jij nog vindt. Jezus. Nee, maar echt waar. Wat zijn Wes en Rolf toch gewoon gebleven in zo'n ruibootje? Gooi die hengel maar uit, jongens. Hey. Ja. Nou, dat ziet er toch heel gezellig uit. Met z'n tweetjes. Een vis. Tom, pirom, pirom. Wat een mazzel hebben we met dit weer. Het is toch niet normaal? Is wel lijp, hè, bro? Hoe wij... Hoe we bevriend zijn geraakt? Ja, echt, hè? Dat is echt lijp. Kijk, deze heb je ook nog. Dan kan ik iets makkelijker met je politie. Oh, top. Thanks. Krijg je maar binnen? Ja, man. Kijk, dit is het leven dat de fans willen zien. Geen fake, maar echt plezier. Want Wesley heeft in zijn carrière heel veel glitter en glamour gezien. Maar dit is de pure essentie van deze grote balvirtuoos. Lekker hier naartoe, die vissen. Wesley weet helemaal hoe hij dit moet aanpakken. Professionele visser. Een biertje, bro? Ja, lekker. Cheers. Lekker toch? Een biertje? En dan straks volop genieten van verser dan verse vis. Als Rolf het tenminste zo lang volhoudt. Ik heb mijn buik, man. Kanon. Heb je nooit gehad dat je sushi ergens hebt gegeten? Ja. Waar? Buitenland. Kanon, man. Buitenland. Maar het is gevaarlijk. Je moet niet overal sushi eten. Ja, maar ja, deze stond goed aangeschreven. Tuurlijk, je mist het wel, hè? Een beetje voetbal. Voetbal niet. Oh, voetbal, echt? Nee. Voetbal, gewoon het leven. Tuurlijk, het leven. Een beetje met elkaar in de kleedkamer en trainingskampen. Ja, tuurlijk. Die mis ik wel, ja. Maar het voetbal op zich niet. Gelukkig, hè? Dat, weet je? Ja, dat is gek. Als je het mist. Stel je voor, jij stopt straks met zingen. Omdat je maakt die bewuste keuze en uiteindelijk ga je het missen. Weet je wel? Ja. Dan is het gevoel nog. Rolf is zenuwachtig. We gaan precies niks vangen. Ja, rustig aan. Vis is geduld, vriend. Ja, dat heb ik niet. Nee, dat moet je gaan leren. Hij ging naar beneden, bro. Dan moet je omhoog. Dan moet je niet zo zachtjes omhoog doen. Zo gaat het haakje in zijn bek. Ja, maar ik wilde gaan even kijken. Jij kon toch niet 20 jaar geleden of 15 jaar geleden... kon jij toch niet zeggen waar je nu zo... Nee. Dat kon je toch niet... Nee, dat is waar. Ja, tuurlijk. Dat had je misschien gedroomd, maar je weet niet, dat weet je niet op dat moment. Lekker, hè, zo die mensen, oude mensen, bootje. Ja, lekker, hè. Frio, frio, como el agua del río. Oh, caliente, como el agua de la fuente. Frio, frio, como un beso que calla. Yeah! Niet normaal. De eerste keer dat jij met mij meezong als Paul Vidarte heb ik. Por eso tomo Paul Vidarte. Oh, we gaan zo vallen, hè? Met jouw Paul Vidarte. Maar niet willen. Oké. Okay. Ja, ja. Oh, mijn buik, brada. Bro. Ik heb echt wel een beetje buikpijn. Ja, maar hoe is het echt heel ver? Oh. Moet jij even eerst die shotje? Ik kom jou eventjes weg. Oké, dit gaat goed komen. Ben ik echt snel terug, bro, of niet? Ja, zeker. Ja, ik heb gewoon alleen een klein beetje. Zie je zo, bro. Ja. Het eerste deel van ons plannetje is gelukt. Bro Rolf is ontsnapt. En Wesley vindt het allemaal wel prima. Lekker vissen met een biertje. Het is je gelukt, Rolf. Heel goed. Precies volgens plan. Sushi gegeten, man. Ja, man. In België, ja, man. Als je moet, dan moet je. Dat hoef je Wesley niet uit te leggen. En trouwens, al dat gebabbel schrikt de vissen af. Dus Wesley vindt een momentje rust helemaal prima. Daar komt hij aan. Kijk uit, maar even hierop. Maar Rolf en Wendy zijn niet de enigen die beet hebben. Joehoe. Hij heeft een vis. Als bewijs.
Een betere afleiding hadden we niet kunnen bedenken. Want zolang Wesley dat kleine sardientje de lucht inhoudt alsof het de Champions League trofee is en teruggooit voor de volgende visverdette, is hij totaal niet bezig met zijn omgeving. Denk je dat het tijd is om de duikers... Ja, ik ga geen ja zeggen. Ik durf gewoon geen ja te zeggen. Dit gaat hij tegen mij gebruiken. Dat is wel erg oorlog, joh. Je bent zenuwachtig, hè? Ja, ik ben echt heel zenuwachtig. Je moet mijn hart gewoon voelen. Dat is echt niet normaal. Onze duikers hebben de voormalig kapitein van het Nederlands elftal inmiddels bereikt. En trekken snel de stop uit zijn sloep. Oh nee. Nee, nog niet. Blijf hier. Dit mag niet. Nee, Rolf, nog niet. Het bootje drijft nog. Dus laat Wesley nog even lekker hozen. Kijk, en hieraan herken je een echte topsporter, hè? Wesley, blijf maar gaan. En gaan. En gaan. Schiet op. Wat is er aan de hand? De boot loopt vol met water. Nou, zo langzamerhand is het meer. Het water loopt vol met boot. En toch geeft onze Wesley het niet op. Ik ben bang dat ik over een jaar helemaal kapot gemaakt ga worden. Ja? Ik was het meest bang voor zijn reactie, die is cool, gelukkig. Ja. Maar ik ben het meest bang voor wat hij gaat doen. Hé, hey, wie het laatst lacht, hè? Ja, daarom. Ja. We zijn pas begonnen. Ja, we zijn begonnen, maar het is gelukt! Ja, Rob, jij zegt hij is cool. Het was een onderkoelde reactie, zo leek het. Maar ja. Later gingen wij natuurlijk in gesprek met elkaar, maar je was echt bang, hè? Ja, als ik ergens een hekel aan heb, is dat als ik geen macht over iets heb. Dus dat is met name met water. Een zwembad duik ik zo in, alleen met zee of zulke plassen, daar heb ik niks mee. Nee. Dus en er kwam echt een harde knal tegen die boot. Dus ik zat gelijk te denken van, wat is dat? Ja, want je hoorde, de duikers gingen natuurlijk onder de boot om die stop eruit te trekken. Ja. En jij hoorde gerommel. Ja. Ik hoorde een soort van bonk. Oh, dat vond je eng. Ja, dus ik had net dat visje teruggegooid. Ik was blij, want ik zag die GoPro nog. Dus ik denk even laten zien. Ja, je ziet ook hoe rustig ik gelijk word, hè? Hij was even weg. Ja. Dan ben ik gelijk rustig. En dan... Nou, op een gegeven moment... Maar luister, ik was gewoon zenuwachtig, omdat ik dacht dat je er anders achter zou komen. Ja, maar op een gegeven moment zie ik zo'n klap. Nou, dat zie je wel eens vaker, dat vissen die bewegen dan even net iets boven water. En dat zag ik eigenlijk eerst. En dat ging gepaard met luchtbellen die zo langzaam naar die boot gingen.
Ik denk, nou, dat is een aardig visje. Het is iets groter dan die ik gevangen had. Wat dacht je dat er onder je boot zat? Ja, ik weet het niet. Je hoort de gekste dingen op zulke plassen, wat er allemaal in kan zwemmen. Ja, bij mij ging alles door mijn hoofd. Ja, maar je was echt wel bang. Nou ja, ik was wel bang, ja. Maar nog steeds had ik de hoop van dat bootje komt zo wel terug. Ja. Dus daarom bleef ik maar doorschrijven. Ik was kapot op een gegeven moment. Dat kon niet meer. Ik kon niet meer. Maar ik dacht, hij komt wel. Had je verwacht dat hij je dit zou aandoen? Nee. Helemaal niks. Weet je wat het is? Deze man prankt iedereen. Als wij gaan voetballen of whatever, dan is hij de grootste grappenmaker van iedereen. Dus ik belde wel zijn familie eerst om te vragen, oké, gaat hij me echt niet wat aandoen hier vervolgens? Ja. Nee. En ze zeiden allemaal ja. Dat gaat hij doen. Ja. Maar niet als je hem, zeg maar, persoonlijk, dat hij alleen boos op jou kan worden. Dus vervolgens dacht ik, nou, dit is wel echt leuk. Maar ik moest hem echt tegenhouden, hè? Want hij had al heel vrij snel medelijden met jou. En hij dacht, ik wil er gewoon in. Hij heeft al lang bedacht hoe hij mij gaat terugpakken. Hij gaat jou ook bellen waarschijnlijk. Ja, ik wou net zeggen, want Wesley, jij houdt van competitie. Goed, toch? Dus je bent er, of is het al gebeurd? Nee, het is niet gebeurd. Nee, dat gaan we professioneel aanpakken. Ja, 100%. Ja, zo is het. Ja. Maar ik kan je ook vertellen. Ik heb hier iets, een hele mooie trofee. Ja. Wat nog niet in jullie prijzenkast staat, maar dan natuurlijk wel thuis hoort. Ik heb nu niet zoveel prijzen, maar bij mij... maar ik krijg hier een mooie plek. En wie weet komt er nog eentje bij. Dat hopen we dan, hè? Dankjewel, Wesley en Rolf. Tot zover deze aflevering van Wie het Laatst Lacht. Blijf waakzaam, wees op je hoede en vertrouw helemaal niemand, want wij zijn overal. Heel fijn weekend. Moet ik even rijden? Ja, rij even. Meneer, u kan echt beter weg gaan fietsen. Nee, want u maakt me echt boos. Ik ben echt wel nieuwsgierig wie hier je auto stelt.